plassen in de broek. Schrup zie de dieren. Is niet handig zo. Oei. Nou, jullie nog inpassen. Oei. Hop. In een film te spelen. Nee, dit is toch niet voor jou? Oes. Dit is wat we ruiken. Ja. Kijk dan. Laten we even alles ontdekken. En waar gaan we nou naartoe? Duurrijden zijn dan met supermooi uit. Ja. Een hele goede morgen. Wij zijn de Benga's. Familievloggers. En het is vandaag donderdagochtend. De kids zitten lekker even te ontbijten en ondertussen even een mooie tekening te maken. En ze gaan zo naar school. Ze kijkt vandaag weer gezellig met ons. Nee. Maar voordat de kids zo naar school gaan, misschien wel even leuk te vertellen wat wij vandaag gaan doen. Naar de oefening van mijn filmrolletje. Ook een goede morgen namens mij. Ik heb de laatste was even in de wasmachine weer gedaan. En we gaan de hondjes uitlaten. Kinderen, ik rijd de auto voor, hè? Ja. Zo, de kids die gaan naar school. Normaal gesproken zouden Daniel en ik op donderdag ons terugtrekken in de sauna, wat jullie wellicht ons gewend zijn. Maar vandaag helaas niet, want wij gaan straks ergens naartoe. Ga ik jullie straks ietsjes meer over vertellen. Maar eerst ga ik heel eventjes deze tafel opruimen, want de kids hebben hier net ontbeten en die zijn nu op school. Dus eerst eventjes de tafel afruimen. De tafel is weer schoon. Ondertussen ga ik alvast even naar boven toe. Ik was vanochtend al een beetje bezig geweest met de koffers inpakken. Lucilla heeft hier vanochtend zelf al wat dingen in haar koffer gelegd. Dus even de gordijnen open doen. En ik ga eens even verder met de kleertjes pakken. We gaan best wel even een tijdje weg. Volgens mij heeft Luan ook al, ja, op zijn kamer heeft hij ook al. Ja, schatje, kom maar. Luxie die zit hier even lekker te spelen met haar pop. En Luxie? Ze zit even een schone luier aan de pop aan het aandoen. Had de pop een bag gedaan. Ja. Was het een poprok? Nee. Nee? Nee. Oh nee, was gelukkig. Het was een plasluier. Dat is zo schattig. Maar goed, ik ga ook even de wasmachine die draait, als jullie dat horen. Luan heeft vanochtend hier ook al het een en het ander ingepakt. Sammy gaat uiteraard weer mee. Kijk, hier heeft hij de kooi alweer heel mooi neergezet. Dan gaan we Sammy straks indoen. Sammy zit nu nog even lekker te chillen in zijn eigen kooi. Maar die gaan we lekker weer meenemen op vakantie. Want we hadden de vorige keer natuurlijk deze leuke meeneemreiskooi voor Sammy gekocht. Dus die gaan we gewoon lekker meenemen. Mam. Ja, liefie. Hebben jullie al vanochtend helemaal klaargemaakt? Oh, lukt het niet met de pop? Ja. Yeah. Oh. Moet ik de luier even omdoen? Oh, had je gesloten? Nee. Wil je kusje erop? Ja. Wat? Wat ze nou doen? Wat is er, liefie? Okay. De kleertjes? Ja! Yeah. Liggen die nog beneden? Maar Lucilla heeft hier nog meer kleertjes. Kom maar, gaan we hier eens kijken. Lucilla heeft hier een hele grote bak vol. Allemaal speeldingetjes. En ook allemaal kleertjes. Kijk, we kunnen er ook nog in de trappelzak doen. Ja! Yeah. Zullen we dat dan die aandoen bij Pop? Kom helemaal naartoe aan de koffers inpakken. Even kijken. Nee, nee. Even kijken, zullen we eerst de luier aan doen dan? Ja. Ja, eerst even de luier aan, want anders de plassen in de broek, hè? Ja. Ja. Dat is niet handig, hè? Eerst even de luier aan. Zo. Hoppatee. En nu die aan. Ja. Ja, lekker het slaapzakje. Kijk, dat is een heel leuk slaapzakje. Zo. Zo, even inpakken. Nee, popje lekker slapen. Nee. Nee? Niet deze? Wil je deze aan? Nee. Nee? Ze moest even nadenken. Oké, welke wil je dan aan bij de pop? Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, deze hebben we ook nog. Nee. Nee, ook niet? Deze? Leuk pakje. Nee? Nee? Ga je ook nog ja zeggen? Kijk, dit jurkje. Zullen we die aandoen? Ja. Ja, die is leuk, hè? Ja, dat is een leuk jurkje. Moet de pop ook mee naar het huisje? Ja. Ja? Dan nemen we ook poppenspulletjes mee van jou, hè? Ja. Ja. Ja, Lucie speelt heel graag met poppen. Nee. Zo. Is die goed?
zien jullie goed? Kijk eens. Ik heb hier nog een paard. Kijk. Wauw. Ga je daarmee spelen? Gaat Luxie even de ijsbeer beter maken? Is Luxie de dierenarts? Ja. Zit er niks in? Nee, je lijkt wel een beetje op een ijsbeer met het vestje. Ga jij wel lekker spelen? Gaat mama even de koffers even pakken? Goed? Ja, die is ook mooi. Nou, ik ga ook eventjes voor de zekerheid de zwemspullen inpakken. Want je weet maar nooit. Misschien dat we daar ook wel lekker kunnen zwemmen. Oes, laat maar staan, liefie. Laat maar neer, zeg maar neer. Dus dan gaan we deze eventjes ook nog in de koffer doen. Nou, is niet handig zo. Nou, we hebben bijna alle tassen gepakt. Alle tassen net in de auto gezet. Oeh, het is frisjes buiten. Mama, ja, wat is er? Ja, wat is het poppetje? Ging je weer van de glijbaan? Ja. Nou, laat eens zien dan. Hoe deed je dat? 1, 2. Oei. Pluisje. Ik was hier nog even in de kast bezig met tassen verzamelen. Om alle spulletjes mee te doen nemen. Neem ook eventjes wat eten en zo mee uit de koelkast. En, oh ja. Wat is dit ook? Wat is die traagzak? Ja, ik zie het. Wat doen ze nou? Oh, hier wil ik nog een limonadefles. Hé, maar ik vind hier nou die traagzak. Die was ik trouwens echt super lang kwijt. Maar die heb ik nu weer gevonden. Zou je er nog in passen? Zou je nog in die traagzak passen, Luxie? Zullen we dat eens proberen? Ik ben wel heel benieuwd. Je ziet nog wel eens van die... ja, zegt ze. Je ziet wel eens van die ouders lopen met... gewoon best wel grote kinderen al, Luxie's, Lucilla's leeftijd. En die lopen dan met die kinderen op de rug. En daar heb ik echt respect voor, want ik vind het best wel zwaar namelijk. Maar die ouders lopen heel lekker door dat bos te wandelen of zo. Met die kinderen op de rug. En ga ik nog een keer? Ja. En ik ga het dus gewoon proberen, Luxie. Ik ga kijken of jij er nog in past. Of jij er überhaupt in wil. Zullen we dat eens proberen? Ze kijkt nu toch een beetje anders. Nou, ik ga een poging wagen. Nu is het inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik deze draagzak heb omgedaan. Maar als het goed is, weet ik het nog wel, want het is niet zo'n hele moeilijke. Zo, eerst omklikken. Het is gewoon een klikding. Maar hij lijkt wel op een zak, zeg maar. Dus het is wel zacht. Het was wel een heel fijne draagdoek trouwens. Zo. En dan zo. Hier moet Luxie dan in zitten. Dus probeer hem even. Oh nee, als je het niet lastig. Oh, gaan we proberen? Ah, oh, Luxie, het leek me zo leuk. Lux. Ja, een draagzak. Ja. Ja, kom eens bij mama kijken dan. Kijk, dan hou mama jou vast. Mama, je knuffelen. Kijk, ik zie, dit is de pop. Even kijken of het zo doet. Kijk, dit is de pop. Mama, de pop zo. Zo, pop zo erin, zo. Zo. Hoppatee. Lekker bij mama. Mama, jouw kusjes geven. Mama, jouw kusjes geven. Ook even kijken? Ja, dat is natuurlijk wel nummer 2. Dan kan de draagzak misschien nog wel passen, maar het kind moet natuurlijk nog wel willen. Hop, 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 hop. Wel gezellig eigenlijk, toch zo? Nou, ze zit er uiteindelijk wel in. Hoezo, pup? Ga een roesje maken. Zit ze om de brokjes te vechten. Kijk, en dan moet deze. Die gaat dan hierin. Hop, hop, hop. Zitten wel in. Maar echt vrolijk wordt ze er niet meer van. Schatje. Zullen we er maar weer uitgaan? Yeah. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel echt een hele lekkere tijd heb gehad in de draagzak. Oh, kijk eens. Ik ga maar uit. Kijk, 1, 2. Maar ja, ze is natuurlijk al een tijd niet meer in geweest. Zo. Zo. Je bent weer vrij. Nou ja, dat was mijn poging voor de draagzak. Wellicht dat ze het misschien wel leuk vindt als ze echt wat moeier is. En lekker bij mij wil hangen of zo. Maar voor nu doe ik hem maar weer af, want ze vindt het niet erg leuk. Hé, ze is natuurlijk ook al een grote meid, hè? Eén. Ja. Wil je nog een soepstengel? Hé? Poppetje. Zo, gaan we eens even de kast inpakken. Ik weet trouwens helemaal niet of ik echt al heb verteld wat we nou precies gaan doen. Maar daar komen jullie morgen sowieso achter in de vlog. Dat nog een klein beetje...
het verrassingselement erin houden. Maar we gaan dus naar de Efteling. En we gaan daar in een huisje zitten. En we gaan daar weer een heel erg leuk avontuur beleven. En met name voor Lucilla. En wellicht weten ook al velen van jullie wel precies wat we daar gaan doen. Omdat er natuurlijk een persbericht uit is geweest dat er een nieuwe winterfilm komt. En Lucilla heeft hier een rol in gekregen. Maar dat gaan jullie morgen allemaal voor de rest zien. Alleen het wordt dus in de Efteling opgenomen. En vandaar dat we daar dus moeten verblijven. Want we hebben daar meerdere draaidagen. Luan en Lucilla zijn sowieso morgens vrij van school. Wat is er? Is Woezel aan de rollenbollen? Heeft Woezel jouw soepstengel? Ja. Yeah. Oh, Woeske. Zo, de soepstengel is voor Luxie, hè? Ja, je brokjes. De kinderen zijn sowieso vrij morgen van school. Want ze hadden, de school heeft, is dicht. Die hebben een voorbereiding voor iets of zo. Dus dat kwam sowieso goed uit. En dan hebben we het weekend. Dan zijn we gewoon lekker vrij. Want dan zijn er geen draaidagen. Dus dan gaan we lekker genieten daar. En dan hebben we maandag, dinsdag, woensdag hebben we weer draaidagen. Hiervoor hebben we officieel vrij aan moeten vragen aan de leerplichtambtenaar. En dat was oké. Okay, omdat het voor een filmrol is. En Luan ook gaat figureren. En Lucilla echt in de film speelt. Hebben de kids daar vrij voor gekregen. Maar dat gaan jullie de komende week. Gaan jullie dat allemaal zien. Wordt weer super leuke video's. Heel interessante video's lijkt mij. Want hoe is het nou om met kleinere kinderen op een set in een film te spelen? Hoe is dat voor moeder? Hoe is het voor de kinderen? Hoe is dat met de cast? Hoe is het voor papa? Dus ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan beleven. Jullie gaan dat ook allemaal zien, maar ik heb nu ook nog geen idee. Maar we hebben er wel heel erg veel zin in. Dus vandaar dat we daar wel een tijdje blijven. En dat ik even kijk in de kast wat we allemaal mee gaan nemen. Want ik had gisteren ook nog wat boodschapjes gedaan. Kijk, een soepie is altijd lekker om mee te nemen. We hebben nog hier wat chippies in de kast liggen, wat lekker is om te mee te nemen. Spaghetti kunnen we altijd lekker maken daar. Wat is dat, schatje? Woezel, wil je ook meespelen? Ach, kijk dan hoe schattig. Wat is dat, Woezel? Volgens mij is Woezel uit op iets anders. Oh. Ja, dat heb je in je hand. Hé, hey, oh, Woes? Nee. Kijk, het kopje dan. Nu de kopje dan, Woesie. Hé, hey, dit is toch niet voor jou? En Woezel en Pip, die mogen trouwens ook gewoon lekker met ons mee. En Sammy gaat ook mee. Dan kunnen we Sammy niet vergeten. De vorige keer waren we vergeten Sammy mee te nemen uit het huisje. Ik kwam op tijd achter, gelukkig. Moet mama die even maken? Luxie is helemaal weg van deze LOL-auto. Dus eigenlijk voor Lucilla, voor de verjaardag van Lucilla. Maar Luxie speelt er ook heel veel mee. Woes. En het ruikt weer helemaal lekker naar wasmiddel. Want we hebben de was weer gedaan. Daniel, die doet de laatste was even aan de lijn. Dit is wat we ruiken. Dat is de was. De was aan de lijn. En we moeten natuurlijk Sammy niet vergeten. Luan en Lucilla zitten nog op school. En we rijden, meteen door als we de kids gaan ophalen. Dus hij kan niet zelf Sammy uit zijn kooi halen. Hier hebben we de vakantiekooi van Sammy. Die hebben we al helemaal mooi alles erin gelegd. En nu ga ik eens heel even Sammy zoeken. Want die moet hier ergens zitten. En ik denk dat ik hem al zie. Ja, daar is Sammy. Ja, ik zie. Hallo Sammy. Ga je mee op vakantie, Sammy? Kijk dat kopje dan. Ga je mee, liefie? Kijk, daar komt hij al uit. Zo nieuwsgierig, hè? Oké dan, Sammy. Liefie zie je. Oh, hij zat zo lekker zacht. Nou, zijn we weer helemaal met het clubje compleet, zoals Luan het altijd zelf noemt. Zelfs Sammy die gaat weer mee. Gaan we Sammy in de kooi zetten? Ja. Sammy gaat weer even alles ontdekken in zijn nieuwe vakantiehokje. Met allemaal weer leuke spulletjes erin. Ja, zie je dat? Ja, en daar hebben we ook een holletje gemaakt voor hem. En een ratje wat niet piept. En een boomstammetje ligt daar. Ja. Sammy, ziet dat er weer mooi uit? Ja, dat is weer een ratje. Ja, dat is je huisje. Dan kan je weer lekker slapen. Nou, hij gaat zich even wassen. Dus dat betekent dat hij zich lekker naar zijn zin voelt. Ja, flesje er weer aan. Lekker, Sammy. Dat is jouw huisje. Ja, leuk hè, liefie. Om de lunch te maken en we hebben lekkere roggebroodjes. Ja, wist je dat ook, Luxie? Wil je dat eens proeven? En dan doe ik er lekker wat kruidenboter erop. Ben. En dan doe ik er lekker plakje salami op. Ondertussen het hele huis gestofzogen, de badkamer schoongemaakt, de wc schoongemaakt. Vind ik altijd een fijn idee als we dan weer terugkomen van weg geweest, dat we dan ook weer in een schoon huis komen.
Dus vandaar dat ik even lekker heb doorgepakt. Luxie om me heen. Daniel heeft de was gedaan, de auto ingeruimd. Alle vuilnisbakken gelegen natuurlijk. Dat is ook niet lekker als je erin laat zitten als je terugkomt. Dus het huis is helemaal schoon en opgeruimd. En dan gaan we even wat lunchen. En dan zo meteen gaan we de auto in om de kinderen van school te halen. Maar eerst even wat eten. Oh. Luxie die blaast een ballon op. Heb je een ballon gevonden? Heb je een ballon gevonden? Mama's opblazen? Helemaal nat. Oh. Wat was dat? Schrok je ervan? Kijk. En nu doet mama er een knoopje in, goed? Oh. Niet leuk, hè? Dat is een luxe van mijn ballonnetje. Ja, geen stil. Ja. Ga je niet voetballen? 1, 2. De auto is ingepakt, we hebben even wat gegeten. Luxie wil nog een mandarijntje. Was ophangen, heusen stofzuigen. Ja, alles is helemaal klaar. Zeg maar dag, dan gaan huisje. We het volgende avontuur in. Ja. Zeg maar dag. Zeg maar dag, huisje. Dag, huisje. Ga je missen, tot over een paar nachtjes. Wij gaan Luan en Lucilla ophalen van school. Ja. En de auto in, op naar... Efteling. Hey, Luan en Lucilla. Hoi. Was het leuk op school? Ja. En waar gaan we nou naartoe? Naar de Efteling. En waarom gaan we daarheen? Voor mijn filmrolletje. Voor jullie zin in een filmrolletje. Ja? Weet je, vandaag hebben we een studiedag. Ja, morgen hebben jullie inderdaad een studiedag. Vandaag. Morgen hebben we inderdaad een studiedag, dat klopt. En Boezel en Pip die zijn natuurlijk ook mee. Die zitten hier lekker. Ja. Hier op het kleedje. Boezeltje die zit daar. Hé, Boezeltje. Mama heeft hier boekjes meegenomen, hè? Dan kunnen jullie lekker tekenen. Goed. En een leuke ballerina boek voor Lucilla. Het is een boekje over hoe je ballerina kan worden. Dat vind je vast leuk. Dat kan ik daarna doen. Ja. Hè? Zitten wij weer lekker in de auto? Ja. Hey, oh, je doet je zwaaien met poppen. Schrikje. Vader weer aan het stuur. Haar vader. Hey, 150 kilometer te halen in 1 uur en 3 kwartier. Dus we zijn er hopelijk voor 5:30. Tammy, die is ook mee. Die staat hier tussen mij in. Na een kleine 2 uur rijden zijn we dan weer aangekomen hier bij de prachtige kasteel van de Efteling. En ik geef even het sleuteltje aan voor ons huisje. Gelukt, we hebben boshuisje 609. Wauw, wij zijn aangekomen bij ons mooie huisje. Met supermooi uitzicht op het kasteel. Leuk jongens. Zullen we eens even gaan kijken in het huisje? Gaan we eens binnen kijken. Zullen we eens kijken in het huisje hoe het eruit ziet? Dat is altijd weer leuk hè, als je ergens komt. Hoe huisjes eruit zien. Maar Luxie ook kijken. Hier komen we binnen. Hier is de wc. Hier, de wc. Ja, oh, Boes moet even naar de wc. Hier hebben we de spiegel. De stofzuiger, ook wel heel handig. En ja, we zijn al een keer eens in huisje geweest hè. Kijk. Dat ziet er gezellig uit. En hier de gezellige tafel. En de keuken. Gezellig. Ja, leuk hoor. Kijk eens, als je naar buiten kijkt. Als je naar buiten kijkt, dan kijk je daar. Ik weet niet of jullie het zien, maar kijk je daar naartoe. Dat is mooi. Ja, gaan we hier. Oh, een beetje onscherp. We gaan naar boven. Ja. Wat is dit? Stapelbed. Oh, het stapelbed. Hebben we hier een lamp? Nee. Daar is een lamp. Kijk eens. Ik kan ook hier in slapen. Ja, oh ja. Kunnen jullie samen een spelletje spelen? Zie je dat? Oeh, kijk. Dan kan je hier zo het Klaas Vaak spelletje spelen. Zie je dat? En dan hebben wij hier nog een slaapkamer. Oh, Luxie, zit het lampje aan. Als het lukt. Goed zo, Luxie. Ja. En dan hebben we hier nog een slaapkamer. Oh, wat gezellig, Luan. En dan hebben we hier de wc. De badkamer met een lekker bad erin. Oeh, dat is lekker. En een douche. Oh, en een douche. Kijk, en vader die brengt de koffers alvast naar boven toe. Wij zijn aangekomen in het superleuke bosrijk huisje hier in de Efteling. Want morgen gaat het allemaal gebeuren. Morgen is een spannende dag en heeft Lucilla haar allereerste filmrol. Ja. Maar nu sluiten we deze vlog af. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de thanks omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. We zien jullie graag morgen weer in een nieuwe vlog. Doei. Lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je
je dans, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan, doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee en blijf niet staan.